Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik heb even een rustig momentje in het weer gevonden. Dat ik even lekker bij de varkens naar binnen kan. En dat ik hier niet wegwaai of weg zit te stormen. Dus ja, hierbij weer even de beelden van de varkens. En met name hier de dikkertje dap. En hier nog een dikkertje dap. Ik ga eens even kijken of ik met de centimeter nog bij de varkens om de buik kan. De centimeter zelf is 1,5 meter. En de vorige keer zaten we nou natuurlijk al op 1,43 meter. Dus dat werd met krappe sokken. En daarnaast is het ook met mijn armen niet eens haalbaar. Dus we gaan even kijken of we hier bij ons varkentje, onze dikkie dik, gewoon de helft kunnen doen. Zodat we dat natuurlijk keer 2 kunnen doen. Hier zien jullie midden op de rug van de varken de centimeters, zeg 92. Nou zit hij ietsje losser. We gaan hem even kijken. Helemaal strak lukt het me niet. Maar zo. Nee, in het midden 86. En dan heb ik hem hier ook in het midden. Tussen de tepels, die mooi naar buiten staan. Dus daarbij schat ik nu, met name bij onze allerdikste dikkertje dap, een buikomtrek van 86 keer 2, oftewel 172 centimeter. Ben benieuwd hoeveel biggen daarin zitten. We gaan eens heel even kijken of ons andere dikkertje ook mee wil werken. En dan sta ik hier bij ons andere varken. En die heeft een omtrek van een halve omtrek van 80 centimeter. En dat maakt dus een buikomtrek van 160. Dus het valt me mee wat het verschil is. 12 centimeter buikomtrek. Op het oog lijkt het veel meer. En dan wil ik ook nog eens kijken of ons derde varken ook nog mee wil werken. Maar ja, die is veel bewegelijker, minder aanhankelijk. Dus eens kijken of die ook nog meewerkt. Maar ik denk dat we daar echt wel een verschil kunnen merken in de buikomtrek. Dus eens kijken wat ze doet. Nou, ze staat lastig stil. Dus helemaal scherp krijgen. Ja, dat lukt nu ook. Ze is iets gegroeid ten opzichte van de vorige keer. Maar dat is maar echt, nou, 3 centimeter. En de centimeter kan ook nog helemaal om de middel. Op basis van dus deze nieuwe feiten met de buikomtrek, het verschil, het grote verschil tussen de twee dikkertjes en de normale eigenlijk, kunnen we wel concluderen dat we eigenlijk gewoon 2 drachtige varkens hebben en eentje niet. Daarnaast wil ik nog even terugkomen ook op mijn vlog van vorige week. Ik had het natuurlijk over varkens. Ze waren even niet zo lief tegen elkaar. Dat hoorden jullie wel. Maar terugkomend op mijn verhaal. Ik gaf natuurlijk aan dat op de Bahama's kan je zwemmen met varkens. Ik weet niet of iemand het al gegoogeld heeft of nog niet. Maar hier komt het bewijs. It's unreal. The main attraction we have on our tours is actually the swimming pigs.
even though really the rest of the tour is really the beauty of Exuma, but the swimming pigs are the drawing card. They are shocked to see something like this. They never see it before. Pigs swim. Everyone said that they see pigs in a pen or in a slaughterhouse, but never see it swim. People just love them. From 90-year-olds to 9-month-olds, they all like watching them. We have a lot of families now that come to Exuma, and first thing out of the kids' mouth is, I want to see the swimming pigs, man. Take me to the swimming pigs. They were amazing. They were so cute, especially the babies. When I get back home to Canada, I'm going to tell all my friends, and I don't think they're going to believe me that the pigs swam. Those pigs and all everything, so he showed me pictures and videos that he took. So far, everything he was telling me about the area over here, he was right. Hey, China. Dit was mijn vlog voor deze week. Vond u het weer leuk? Doe dan even een duimpje. En dan zien jullie ons volgende week weer. Tot dan! Doeg!